In deze aflevering van de Stadswandeling wandelen Benno en ik, ja, mijn part, door een van de mooiste stukjes Groningen. Weer een van die mooie stukjes, Binnenstad Oost. Ja. Ja, en vaak kunnen we maar een heel klein stukje, hè, vorige week kreeg ik al reacties. Ja, een stukje korren weg. En nu is het ook maar een klein stukje, maar we gaan wel naar een van de oudste stukjes van de Binnenstad Oost. Daar gaan we beginnen. Oude panden, daar hou ik van. Benno en ik steken het Schuiten Diep over. In tijden van de 80-jarige oorlog was hier het leger gevestigd. We stoppen bij nummer 42. Dit is wel heel leuk, want als je het zo ziet, dan denk je, nou, dit is een van de echt in originele staat. Ja, een van de oudste panden van Groningen. Ja, dat is gevoel, ook wel zo. Ja. Met zo'n podcast, hè. Er zijn maar heel weinig panden in Groningen nog die zo'n podcast hebben. Een podcast, want ik denk aan een podcast, denk ik aan een, zeg maar, een geluidsbak met een podcast. Ja. Maar wat is dan een podcast? Nou, het was ooit, begon het als een uitbouw eigenlijk van de kelder. En daar zaten dan vaak winkels in of ambachtsbedrijfjes. Mm-hmm. Dus daar woonde men daarachter en daarboven. Nou, deze is er nog, maar nou komt... Leuk. Het plaatje. Weer het leukste moment van de aflevering. Het plaatje. Kijk eens, Mirjam. Dit is een foto van de oorspronkelijke situatie. Ja. En als je kijkt naar het nu, dan ziet het er gewoon weer zo uit. Ja, lijkt erop. Ja, ook de buurpand trouwens, ook een mooi pand. En hier zie je de situatie in 1974. Maar dat is dus raar. Nou, inderdaad. Ja, want dit is dus de originele. Ja. Dit is 74 en dit is weer nu. Ja, en dat komt. Deze hele buurt, ook de Tuinstraat en hiernaast de Mussengang. Het was allemaal een beetje verwaarloosd. En eigenlijk stond het op het punt om afgebroken te worden. En toen heeft, dat is een eigen initiatief van Warmold Brouwer geweest. Die heeft dit opgeknapt. En eigenlijk weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Benno en ik lopen de Tuinstraat in. We komen langs nummer 20. Hier is de Friese studentenvereniging Bernlef gevestigd. Ik vind altijd het grappige dat Bernlef een studentenvereniging is van Friese studenten in Groningen. Maar dat meneer Bernlef, waar het naar genoemd was, een Groninger was. Ja. In Noord-Groningen geboren. Ach, kijk eens. Maar ja, dan zeggen zij weer, in die tijd heette dat Friesland. Ja, dus, precies. Bernlef was een dichter die rond 785 leefde. Ook al kennen veel mensen hem bij naam, er is geen enkele tekst van hem bewaard gebleven. We gaan verder de Tuinstraat in en stoppen bij een kleurrijk pand. Op deze hoek, daar stond het doorgangshuis. Ja? En het doorgangshuis was in 1865 door juffrouw de Ranitz begonnen. Opvang van vrouwen met kinderen. En dat is eigenlijk het begin geweest van de... Groninger Jeugdzorg. Oh, dat zit nu in Helpman. Ja? Tot 1965 heeft hier gezeten. Toen is daar dus de Helperhaven gebouwd, gesticht. En ja, toen is daarna is dit natuurlijk ook vernieuwd. Afgebroken en vernieuwd. Ja, en het pand doet je toch denken aan een bepaalde kunstenaar, hè? Als je zo kijkt naar die kleuren. Ja, dat is wel leuk Mondriaans. Ja. Ja. Grappig. De Agricola-straat. Of de Agricola-straat. Nou, het zou in Groningen zijn, hè? De Agricola-straat. De Agricola-straat. Nou, hier op links. Ook weer een mooi pand. Een school, ja, denk ik. Heel goed. Ja. En dit is wel leuk, want het is nog steeds school. Ja? Het is gebouwd als lagere school, dus voor jonge kindertjes. En het is een van de weinige... schoolpanden nog uit die tijd. Dit is van 1875. 1875? Ja. Zo, dat is best een oude. In 1882 is er nog een stukje bovenop gekomen. Het is door de stadsbouwmeester van toen, Van Beuzekom, gebouwd. Dat hoort nu bij het Werkmancollege of het Stadslyceum. Daar komen we straks ook nog wel langs. Dat is mijn middelbare school. Nou. Heb ik gezeten. Nou, goede herinneringen? Hele goede herinneringen. Benno en ik kunnen het niet laten om mijn oude middelbare school een bezoekje te brengen. Niet alleen om mijn herinneringen, maar ook omdat er een bijzondere dame in de buurt van de school heeft gewoond. Opoetjade. Opoetjade? Ja. Ja. Die komt mij bekend voor. Nou, Opoetjade die was in 1829 geboren. Toen ze in 1929 100 jaar werd, hier wonend, was dat natuurlijk groot feest. Ja.
En Opoetjade was een verschijning, omdat ze, ik heb wel eens gezegd, zij was de uitvinder van de rollator. Want zij liep met een kinderwagen met oude kranten erin, liep ze door de stad en zo was ze een bekende verschijning. Oh, wat slim. Kwam ze weer aan, Ik heb zelf Opoetjade zo wel eens gespeeld. Ook gespeeld? Ja, zijn er ook beelden van? In een Benenstad heb ik dat gedaan toen. Toen ze 103 werd, was ze de oudste van Nederland. Mm-hmm. Steeds hier in dat achterstraatje. En ze is uiteindelijk 106 geworden. Kort na haar verjaardag is ze toen overleden. Maar het was gewoon het type ook dat ze zo door de stad lopend. Oh, fantastisch. Tot op hoge leeftijd, dus heel vitaal. Beno en ik lopen naar de voorkant van het H.M. Werkman Stadslyceum. Zo grappig om hier weer te staan. Ik heb hier tot mijn 19e opgezeten. Je hebt er lang over gedaan. Ja, ik had toen een beetje een rebelse fase. Maar er dus nooit uitgestuurd. Dus. Dit is natuurlijk een fantastische gevel. Het is gebouwd, ontworpen door onze vriend Mulok Hauer. Ja, hij komt toch echt overal Ja, zeker als je het over oude panden hebt. Het is als handels-HBS gebouwd. Dus een opleiding echt voor mensen die in de handel kwamen. Prachtig met die beelden erbovenop. Het heeft verschillende namen gehad. Het is bij oudere Gronings ook heel erg bekend als het Heijmans Lyceum. Yeah. Vanaf 87 is het naar de bekende kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman genoemd. Nou, en nog veel korter is dat Stadslyceum eraan geplakt. Ja, klopt. Want ik weet niet meer of dat nou al was toen ik erop zat. Volgens mij toen nog eerst niet. Nee, dat zou heel goed kunnen. Het is later eraan toegevoegd. Maar ja, als je zo lang op school hebt gezeten. Ja. We gaan verder en lopen richting de stad Schouwburg. Dicht bij de Schouwburg ligt de Kruidlaan. De naam Kruidlaan, dat is een verwijzing naar wat hier vroeger was. De Kruidlaan, de Kruidgracht. Want vanaf de 17e eeuw, toen dit hele stuk er dus bij kwam, toen was hier het arsenaal, een gracht eromheen en de kruidopslag was hier. Nou ja, toen Groningen geen vestingstad meer was, toen kon dit allemaal weg. En toen is het dus door de stad gebruikt om hier de Schouwburg neer te zetten. Ja, 1881 werd de eerste steen gelegd, 1883 was het klaar. Maar vanaf het begin waren er al gebreken aan, dus waarschijnlijk heeft men toch weer voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Nou, de eerste rang past is helemaal wel goed leuk bij ons Schouwburg. Hier. Ja. En daarnaast hebben we dan het Predinis Gymnasium. En dat is ook op diezelfde grond die voor die tijd tot dat kruithuis, tot het arsenaal en de gracht eromheen behoorde. En die is in diezelfde tijd gebouwd, 1882. We lopen richting het Predinis en eindigen onze wandeling op een bankje voor de school. Mooi om af te sluiten. Dus waar gaan we volgende week heen? Wat vind je van de Badstratenbuurt? Nou, ik weet er heel weinig van, dus dat lijkt me gewoon een top idee. Goed, volgende week Badstratenbuurt. Nu nog even van het zonnetje genieten hoor.